Afgelopen zondag is de stadsprins van Groot Mesleepoed geroepen, prins Odin de Eerste. Maar ook in Uswieken zien alle hoeglustigheden inmiddels bekend. In dit eerste carnavalsjournaal gaan we weer eens kijken bij Hoenjet Party Time, ook wel bekend als de Heerder Carnavalshop, of daar al een beetje sfeer te bekennen is en dan gewoon weer kennis maken met een eigen heer. Hugo, wat voor degene zal ons voorstellen? Ja, mijn naam is Hugo Hoenjet. Ik ben eigenaar van Hoenjet Party Time. We zitten hier al sinds 1959, dus we hebben een jubileumjaar achter de rug gehad vorig jaar. Ja, we zitten volop in het carnavalseizoen. Hè. Ja, en wanneer begint dat carnavalseizoen? Hè? Nou, dat begint al zeg maar december. Dan komen dus al vragen van diveren, zus en ja, blommen zo. Het is wel van alles voor pekjes bij elkaar. Voor zelf pekjes te maken. Dat wel, ja. Ja. En als het hebt over pekjes, is er dit jaar een bepaalde trend van een pekje wat heel populair is? Nou, we hebben dus inderdaad die dameszittingen gehad met Rio en Halloween. Ja. En Willem zelf. En daar wordt alles op. Op ingekocht natuurlijk, ja. Ja. Het is een hele drukke tijd. Ja. De hele tijd, nee natuurlijk. Mia, gaat naar het intro? De druk ligt altijd tot de laatste twee weken. Ja. Dus de meeste lui, vooral die lopen kan de klok, pekjes komen of wachten het laatste moment. Ja. Die komen natuurlijk aan. Ja. En open met de carnavalsdag? De carnavalsdag is inderdaad geopend, ja. Dus dan zelf ook nog carnaval vieren? S'avonds, ja. We gaan wel even de stad in. Maar neem eens intensief wie terug jong voor. Hè. Ja. Wel een beetje onbekend. Je hebt minder jong voor. Ja. Ja, onbekend. En voor wat onbekend? Ja, gewoon je wilt toch een beetje eten. Ja, hier worden die lastige vragen, denk ik zelf. Ja. En wil ik wel even eten. Ja. Zeg, en met de pekske, heb je uit de zaak of zelf gemaakt? Uit de zaak, maar niet wat de Henk. Nee, wat de Henk. Dus. Uit de geheime voorraad. Uit de geheime doos, ja. Ja, dan kan ik niet zeggen voorzien dus met carnaval, maar de mensen moeten hier goede zaken doen. Dankjewel. Allah, Allah, Allah. In ons eerste journaal gaan we weer kijken bij het uitroepen van de prins van de Braniemakers, van de pikvogeleren en van de dromedarissen. En al die hooglustigheden die willen we ook nog in het schoor dan niet voorstellen. Ten slotte zien we de gast bij het alwieverbal bij de Braniemakers. De eerste hooglustigheden die we voorbij gaan kijken, dat is bij de pikvogeleren. Die vieren dit jaar hun 11-jarig jubileum. En ze hebben niet alleen een prins, maar ook een prinses. Die Schussenveld te vertellen niet als de prins. Aan de hand van foto's laten we u zien wie gezellig dat het al was. Allah, Allah, Allah. Hey. Ik werd al lang, die deur staat altijd open voor mij en iedereen. Het ruitje maakte even molen, nu en dan het leunen tegen mij. En zie je moeilijk, hup ten stijs, die galt die voor mij klaar. De lust was, en dat deed me nog zo goed. Mijn eeuwen kwijt, gans opgelucht, de wets tot dicht, ik alles gun. Wat er ook gebeurt, verblieven we. We kennen ons al jaren, en we hebben toch al hier het metgemaakt. Prins Ger en prinses Henny, die hebben een pelies op de Meersenerweg en die stellen zich nu aan uw vuur. Allah, Allah, Allah. Hey. Henny en Ger Hoemen, van harte gefeliciteerd met jullie uitroeping tot prins en prinses van Pikvogeleren. Dank u wel. Willen jullie voorstellen aan de buurt-tv-kijkers? Nou, ik ben Ger Hoemen, dat is mijn vrouw Henny. We woonden al 20 jaar in Wiekerpoort. We zijn begonnen met de carnavalsvereniging 11 jaar geleden, met een gekkigheid.
van Eder en Ruben de Prins, hoe het aanveers van Eje Purtje te dachten en ja, Vera Benix, en zo is het ontstaan. Zelf ben ik buitengewoon opsporingsambtenaar bij de Rail Infra. Ik werk in Limburg, Brabant en Zeeland. Mijn vrouw is hoesvrouw, maar ja, dat mag ze zelf vertellen. Ja, Henny. Nou, ik ben Henny. En ondertussen al 35 jaar getrouwd met Ger. Als acties van woonen 20 jaar in Wiekenverraad. Maar dat is ondertussen al 30 jaar. Wow. Maar voor woonen 20 jaar rij op de Meersenweg. Ja, okay. Ja, voorheen hebben we van de Niepelstraat gewoond en dat dingen van buurtfeesten organiseren en dat soort dingen. En organiseren dat ze er een beetje erin en zodoende tot dit ook gewoon is, zo wie niet of we eigenlijk zien. 11 jaar ja. Reeds. Dus dat is ook een jubileum. Ja. Ja. En geboren en getogen in? In Maastricht, in Oostermaas. En, ik kom van het centrum, ik kom van de Statensingel. Dus ik zat met mijn neus in het carnavalsgebeuren. Want papa en mam van mij zaten hier Mieke. En dat hebben ze dus ondertussen ook al 45 jaar. Pap dan niet meer is gestorven. Dus daar hebben ze het met de paplepel hebben ze het ingekregen. Zullen we van maar zeggen. Kijk, dat was net mijn volgende vraag. Ger, hoe heb jij het thuis... hoe werd het gevierd thuis? Carnaval wordt altijd gevierd. Mam van mij ging... we van vrienden met carnaval tot woensdag op stap. En pap van mij deed dat ook. Dus het eigenlijk ook van toe zoet metgekregen. Ja. Tenminste, als kind zijn de vroeger eigenlijk dan niet zoveel een gaas, dan neem je de met gewoon. Maar ik zou het nu niet meer willen missen. Niet op vakantie met carnaval. Oké, okay. Dat was eigenlijk mijn laatste vraag. Want wat mist een mens nou als die geen carnaval viert? Alles, het ganse jaar. Want dan heb je een paar, we hebben het uiteindelijk helemaal te doen. Ja. Toen moest Scherven zien werk naar Utrecht en toen heb ik gezegd vanuit van een keer naar gewoon. En ik over op vakantie zien we naar Den Helder gegaan. Ja. In Den Helder hebben we gezeten, er was dus ook een optocht, dus het is een jankje gebrek. Maar de hubs is geen pas, dat heb je geen kerstmis, dat heb je geen nieuwjaar, dat heb je helemaal niks. En de wacht gewoon tot volgend jaar vast te laven, tot ze inderdaad die pas, de kerstmis, dat nieuwjaar toch weer kunnen vieren. Ja. Dus. Dus, geen liefde zonder carnaval. Ja. Vakantie kun je het ganse jaar door. Ja. Maar carnaval is maar één keer per jaar. Ja. Dus leuk wat op vakantie. Dat is verschiet, die missen echt. Nou, maar dat weet ik niet. Ze zouden eens ooit niet meer zo goed kunnen lopen. Dan zitten ze met maar ergens in het centrum in een café en dan vier ik toch carnaval. That's the spirit. Oké, en ja, even terug van wanneer ben je gevraagd? Hoe ging dat? Zien we gevraagd? Nee, maar ze niet gevraagd. Oké. Okay. We hebben dus met het 11 jaar als jubileum hebben we altijd gezegd dat er twee personen die wat de kans kregen voor prins te worden. Dat waren in het geval Maurice Weyenberg en dat waren Veer. Mm-hmm. En Maurice heeft Ger de eer gegeven, omdat het de oprichter is van de Pikvogeleren, voor hem de eer te geven voor het 11 jaar als jubileum. Okay. Dus we hebben het eigenlijk zelf een beetje goed gemaakt. Nou nee, het kwam ook van de leden uit, die dat hoort. Ik heb het lang tegengehouden, omdat ik toch een persoon ben die niet zo op de voorgrond wil staan. En het liefst op de achtergrond bleef. En aandelen je het spreken laten doen. Maar ja, nee, was het toch niet beslissen aandels, dus toch even wel stak gegaan. Ja, en hoe was dat die uitroeping? Super. Dit moest ze gewoon metmaken, of dat nu bij de pikvogeleren is, of bij de dromedarissen, of bij de braniemakers, of de kakpeper, of de stadsprins. Dit is gewoon super. En dat moest ze metmaken. Hmm. En wat, Henny, wat zijn je verwachtingen voor de komende tijd? Wat gaat er allemaal gebeuren als prinses? De verwachtingen, dat is sowieso heel erg naakt. Van binnen. Ja, en een gezellig kind. De hupste naam prinses, maar eigenlijk is het binnen de pikvogeleren hetzelfde als al die aandachtkinderen. Je zit nu met een kleedje om, maar met die broek en dat jasje en die hoed op mijn kop is het juist hetzelfde. Ik ga me zeggen dat ze niet. Ja. En dat is weer een groep, ze verschillen nog op een carnavalsvereniging. Omdat bij ons zowel de dames als de heren één groep zien. En ook met tellen in een vergadering en ook met beslissen en niet apart stond. Bij de meeste verenigingen
zonder Vroeger toch apart, ja. Omdat hij zelf maar gaat organiseren. En bij ons is dat gewoon gezamenlijk. We beslissen gezamenlijk wat we doen, wie we doen, hoe het gaat. Dus jullie lopen voor de emancipatie van de vrouw binnen de carnaval vastlavend. Ja. De pikvogel leren. Ja, ja. Ja, maar zo huur. Maar aan het digitaal. Zal het vervolgen, hè? Zullen jullie gaan volgen, zeg maar, hierin, denk je? Zal het een nieuwe trend worden? Ja, ik denk niet, omdat het een traditie is in Maastricht, toch inderdaad van de Rood van Elf. Dat is de norm. Alleen binnen ons vereniging waar het zo van, die amuseert zich net zo hier en als Gerdeert. En als diegene aan de deur moest gaan staan en ik moest zeggen, dat leven toch van 8-4 hoor. Nee, dan ging die wijn niet op. Ja, maar voorzien gewoon één groep en dat is leuk. En als je ergens ziet, dan stralen we verder goed dat we één groep zien. Mm-hmm. En dat is leuk. En ja, voorzien begonnen met op een feestavond met één vereniging. En we hebben er nu al 10 op een feestavond. Dus ze spreekt al over die op een avond komen, op uitnodiging. En 250 maanden minimaal. Dus ze spreekt al waar. Nou, dat is toch alleen maar netjes. Dat kind ze alleen maar trots op zien. Ja. En dat zien we weer ook trots op. Oké. En wat is de laatste vraag? Ja, wat betekenen de pikvogeleren voor jullie eigenlijk? Zo door het jaar of de hele groep? Een familieband is het. Het is geen familie, maar als de ene pijn niet, dan hebben we alle 26 op pijn. Ja. Het is niet goed voor elkaar heel diep in het privéleven ondergraven. Wie verdient er en dat? Dat hoeven we allemaal niet te weten. Maar het is wel een klikske wat het gans gaat doen, eigenlijk bezig is met activiteiten te organiseren, zowel voor zichzelf als toch ook een beetje voor anderen. En we mogen wel zeggen, tot voor één grote familie. Ja, we zien er wel trots op. En is dat een manier om ook iets voor de buurt te betekenen? Of doe je dat? Dat wel, of al zeer zeker. In de toekomst zeer zeker. De draad weer oppakken. De draad weer oppakken wat geweest is vroeger. En dat is eigenlijk een streven. Mm-hmm. Maar wat we ook willen is dat, mag Heinie en Gerry dat dadelijk niet meer zien, dat dit toch bleef bestaan met een hele leuke herinnering in het achterhoofd, van wie alles geweest is. En dat we toch leuk binnen de vereniging hebben die met deze groep weer gaat. En dat vind ik heel belangrijk. Ja. Want de monetje zien als dadelijk in de maand of vier stoppen, tot die vereniging stopt, want er is ze vooral te leuk en te goed voor geworden. Die moet wij er gewoon. Okay. En dat is een streven. Wil je nog een oproep doen? Nou, we zien dan nog lui die van carnaval, carnaval houden. Sleden gewoon, we gewonnen in de optocht. Sleden bij je zoon in de optocht en gaat met. Meldig bij de pikvogeleren aan. Super. En wat gaat er gebeuren de komende week? Vooral drinken, denk ik. Nou, ik laat dat goed naar me afkomen. Ja. Dat zien een paar, we hebben de kleun opgehangen bij Hallo Maastricht. Dat is super geweest. We zien voor het 11-jarig jubileum gewoon goed eten met z'n allen gewoon Grieken. Dat is ook super geweest. Het uitropen van de avond is super. Het kind eigenlijk niet kapot, het wordt alleen nog maar beter. Oké. Okay. Henny, jij ook? Komende week. Nee, je zwaait er niet uit. Ik ga met. Ja. Om weer over slapen. Overal. Oké. Nou, hartelijk bedankt voor dit gesprekje. Ja, gedaan. Alsjeblieft. Okay. De Branimakers, die hadden ook een jubilee. Die bestond maar liefst 4 keer 11 jaar. En bij het uitropen kwam als grote onbekende prins Huub de Eerste te verschijnen. Ook die kon weer nader aan u voorstellen. Allah, Allah, Allah.
het allemaal is. En dan zit ik al die kroon doet geweldig wie het allemaal is. Ga eens langzaam naar de apotheose van deze middag. En we gaan hem de ogen open doen. Wie is de nieuwe prins gebeuren van het jaar 2015? Ook nu gingen we weer op zoek naar de nieuwe hoekluisterkeert. Dit jaar moest nog wel een hele speciale zien, vanwege het 44-jarig jubileum. Bij slecht weer heeft er ons beloofd een meus naar Clara te brengen, dus dat gaat dat doen. En het vastelavondsliedje uit volle boos met te zingen. Hij staat er, trampelend van ongeduldvurig. Hier is alles Virgo, S, Prins, Huub, de Eerste. Hier zal gewoon regeren. De cent is ingepind. Maar één is niet zeker, dat is niet zonder voor. Allah, 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 hey! Huub, jubileiprins van de Branimekers. Wel ze zich in het zelf voorstellen? Nou, ik zal proberen. Ik ben Huub Brake. Ik ben 62 jaar. Maar nog een beleven van mijn leven. En ik ben getrouwd. Ik heb 2 kinderen. 3 kleinkinderen. En dat wordt. Dank je. En wat is in het dagelijks leven? Ik ben bankwerker. Ik moet nu werken bij Tata Steel. Daar werk ik al 40 jaar. En ze willen me nog niet weg, maar ik wil wel weg. Maar ja, het schijnt nog niet. Zeg, maar daar hebben ze dan genoeg krediet opgebouwd om nu dit te kunnen doen? Ja, ja, ik had nog het zwart geld van en heb ik dat maar gedaan. Dat laten we erin zitten. Hupstig carnaval, van hoe is het met gekregen? Of is dat pas later in de leven gekomen? Nou, toch van hoe is het met gekregen. Maar ja, meestal word ik altijd aan het werken met carnaval in de cafés. Dus dat bedoel ik met dat zwart werk. Zwart geld. Snap je? Nee, ik ben altijd geen carnaval gevierd. Altijd. Ja. Ja, ik had de pech dat ik altijd moest werken. Maar nu kan ik het dan echt die 4 of 5 weken, of wat is het? Metmaken, dus dat is prachtig. Ja. En heb je verwachtingen ervan? Ik laat alles op me afkomen, dus ik heb goede bij me, dus een goede vereniging is het, dus het zal wel lukken, denk ik. Ben je gevraagd of heb je zichzelf aangemeld? Ze hebben me gevraagd. En wanneer is dat gebeurd? In oktober. Dus, En heb je er lang over moeten nadenken? Nee, ik denk om 3-4. Ja, dat is heel kort. Ja. Dus het was eigenlijk een droom die uitkwam, een jongensdroom die uitkwam. Ja, ik had er wel op vroeger dat ik een keer zou bevragen, maar ja, dat bleef duur. Ik denk, zo'n oude hoes in het mee, dus dat is jammer dan. Hè. Voor doen niet aan leeftijdsdiscriminatie, nee. Ja, nee. Heb je voor de lui van Lummel en Nazareth gelovig, hè? Ja. Wat gisteren bij hun doen? Wie kunnen ze zich zien? Hoe kunnen ze zich tegenkomen? Nou, we hebben verschillende activiteiten. We hebben nog ziekenbezoek of het kankerbezoek. Gewoon van de toon naar de lui toes. Zo'n dingen. En, ik weet het, ik kan het allemaal niet meer. Ik heb kindermiddag en ze gaat vroeg. Ja, ja, want een jubileum, ik noem aan tot dat bolstef en de activiteiten. Hè? Ja, dat is toeval. Ik zal het niet meer weten wat het is. Dus ik huur het wel of ik zie het wel. Maar ja, het zal gewoon bij jonge naam met een uur. Ja. Zeg, en de hubs gezegd, bis in oktober bist je gevraagd. Ja. De hubs maar heel even terug over na te denken. Dus de hubs niet overleg met een vrouw? Ja, mijn vrouw vond het leuk. Met dat de jongen wat daar was, kon vragen. Oh, leuk. Ja, en dat was, ja. Maar ja, toen moest het geheim houden. Is dat lastig geweest? Nee, helemaal niet. Ja, toch wel lastig geweest. Want mijn dochter en mijn schoenzoon zitten ook bij de Branimekers. En ze waren iedere dag toe, is met de kinderen te holen, bijvoorbeeld. En ze hadden maar over, moet dit holen en dat holen. Maar ja, de maat is maar niks zeggen. Hè. Best moeilijk, maar ja, ik heb kunnen zwijgen. Dus, Goed, nou, ik hoop dat ze met de vastelavond niet zwijgt, maar tot ze volop met des. Ja. En we wensen je heel veel plezier. Dankjewel, heel geduld. Okay. De laatste hooglustigheid die uitgeroepen wordt,
dat was geen prins, maar een markies. Markies Herman de Eerste van de dromedarissen uit het Witte Vrouwenveld en wie kapoort. Allah, Allah, Allah. Het denkende moment is dat we aangebroken is door 11 uur dat wij veel gewoon van u geeft presenteren. Dat keurpunt, het is een passende. Ja, ja, dat zie je man. Hij is van u, maar kies Herman de Eerste! Diep, diep! Diep, diep! Diep, diep! Markies Herman en zijn markiezin Nicole, die stellen zich nu aan u voor. Allah, Allah, Allah. Hey. Herman en Nicole, in de eerste plaats proficiat met de uitverkiezing. Wilt u zichzelf aan de kijkers van Buurt TV voorstellen? Nou goed, ik ben Herman Walti. Ik woon op de Van Pallandstraat. Ik heb een zoon, Kevin Walti. Die wordt binnenkort 24. Voor de verder zijn we 24 jaar getrouwd. Nicole niet. En in het dagelijks beroep ben ik rijschalhouwer. Heb ik een rijschal. Dus. En ik ben Nicole Walti van Hagen. Ik ben 44 jaar. Ik heb dus een zoon samen met Herman. 25 jaar getrouwd, heb ik al gehoord. En momenteel ben ik werkeloos. Dus dan heb ze tijd om nu flink te tegenaan te gaan met de carnaval. Ja, inderdaad, ja. Even voor een beeld te krijgen wie je in het verleden carnaval gevierd hebt. Heb je dat van Hoezoet metgekregen of heb je dat samen ontdekt? Nou, ik heb het helemaal van Hoezoet metgekregen. Carnaval vieren, pap is zelf ook prins carnaval geweest. Dus ja, dus ik heb vooral dat wel met de papliepel heen gekregen. Maar zoals ik heb gezegd straks, voor hem een aantal jaren hebben we helaas niet meer metgenomen de carnaval. En tot wat te veel reuzing zorgen en van alle strekingen. En ja, dat vind ik heel leuk. Ik vind het geen reuzing maken als. En als er reuzing is, kan ik niet naar hoesten. Ja, en ik heb het niet met de paplepel ingekregen, helemaal eigenlijk een beetje metgetrokken. Ja. Ja. En wie bevelt dat? Heel groot. Ja? Ja. Wat verwacht je precies van uw gezamenlijk markieschap? Zo mag je het zeggen. Ik wel Willem-Alexander zag het wel geen duo-baan, maar ik denk dat het toch wel een beetje is. Wat zijn uw verwachtingen? Verwachtingen? Nou, een hele leuke, fijne vastenavond samen te vieren. En met die leuke vereniging nu samen natuurlijk. En ja, alweer een hoop nieuwe vrienden bij. Dus, en hoe meer vrienden, hoe meer ziel, hoe meer vreugde. Ja. Heb je een beetje een idee wat je allemaal gaat doen, wat op je af gaat komen?
Ja, er zien natuurlijk wel een aantal dingen. Boesten zegt van tussen wedstrijd, ja, de optocht straks. Ook natuurlijk met de prins samen, met alle prinsen samen in het stadhuis. Zo'n dingen, ja, dat weten we wel en dat verheug ik me wel erg op. Ja. Ja. En hij in de week, wat gaat hij in de week, wat kon de jij in de week nog van u merken? Ja, dat we proberen ver op te lopen in een leuke, fijne, vaste avond. En dat we dat als best voor doen. En voor de verders, ja. Lekker genieten ervan. Ja. Even terug naar, ik denk een tijdje geleden, beste gevraagd? Ja, ik ben gevraagd geworden. En dat overveel me geen erg. Ik had dat niet verwacht eigenlijk. En het overveel me en ik heb... Ja, wel even erover, ja, we moeten nadenken. Ja, het was even spannend. Voor wat hebben ze moeten durven nadenken? Nou, er komt natuurlijk heel veel op de golf. Verplichtingen was kruis, nummer op. Maar ook natuurlijk, ik heb mijn eigen zaak. En ja, goed, moest toch bepaalde deugd, moest dat toch, ja, vergroen. Mm. En dan besneden een zaak daar. En dan moest toch, ja, lui teleur ontstellen die toch redders willen. En die zijn die deugd geen redders kunnen geven. Ja, en bij mij stond de klant heel erg voorop. Ja. En wie niet beste gevraagd? Een aantal weken geleden. Mag de datum noemen? Ja. Volgens mij, als ik het goed heb, ergens in oktober. Hè? Ja, 30 oktober geloof ik. Ken dat? Dat is meer als een aantal weken geleden. Wie hebben ze dat zo lang geheim gehouden? Moeilijk. Heel moeilijk. Ja. Heel moeilijk. Dat is een heel goed geheim wat ze met zich meedraagt. En... ja, geef me ons natuurlijk op, letters Niklies merken en nummer op en zo. Maar ja, het was een heel goed geheim. En vooral dat proberen ze zo groot mogelijk vast te houden. Ik denk dat dus dat nog heel groot geluk is. Want volgens mij had toch niemand verwacht. Maar ja, dan staan de dagen van de wettenkump, de benoeming. Ja, dan is dat schitterend. Dan is dat helemaal vrij en alles troeit. Heerlijk. En tot nu toe bevalt het goed? Ja, heel goed. Heel erg goed. Ja. Heel erg goed, ja. Is er nog iets wat hier tegen de kijkers zou willen zeggen van de vaste avond hij in Maastricht, maar ook zeker in Wiekerveld en in het Witte Vrouwenveld? Ja, ik zou zeggen, lui, goeie lekker erdoor, geniet van die dag en hou het proper, hou het goed en geen ruizings alsjeblieft, maar gewoon lekker genieten, pilsje drinken, dat moet kunnen, maar maak het niet te gek. Ja, maak er een goed feest van. Ja. Dat doen we ook. Nou, voldoen met dich met. Dank je. Edmond, dich als jubileumarkies van het vorige jaar, van de 4x11 jaar. Heb je tips voor Herman, voor de nieuwe markies? Ja, laat het gewoon. Laat alles op de golf komen. Het is een spektakel op aard. Het is, ja, het is feesten, het is drinken, het is van alles. Dus laat het gewoon. Laat alles maar op de golf komen. En kan er terugvallen op dich? Er mag altijd terugvallen. Ik pak altijd de scepter over aan de. Dat is geen probleem. Ja. En geef ze hem dan nog terug? Oh, nog, dat doe ik ook nog. Ja. Oh, nee, dan meer. Aan de dromedaren gedaan, hè? God zo. Tini, ik wil dich toch ook even gaan vragen. Ook in verband tot ze. Ook een beetje nou in verband zijn met de dromedaren. We hebben het vorig jaar voor de eerste keer de seniormiddag gehad. Wat goed geslagen is. Ja. We hopen dat hij volgende week ook wel goed geslagen is. En bij deze wel veerde ik nu ook via de kijkers van BuurTV wel hartstikke feliciteren met de onderscheiding wat ze gekregen hebben. Dank je. In ieder geval proficiat. Dank je. Ja. Dat zat niet in het script. De Branimakers die hebben heel veel feestelijkheden in een jubileumjaar. Een van die activiteiten, dat was het Aviva-bal. We zijn er naartoe geweest om te kijken wie de sfeer was en wie het met de Aviva was. Op het eind van deze reportage hebben we nog een overzicht van al datgene wat de komende 2 weken in ons weekend te doen is. Allah, Allah, Allah. La 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 la
30 januari hebben de Branimakers hun Maastrichter avond. De dag daarna en op 7 februari gaan ze op krankenbezoek bij de kranken in Lummel en Nazareth. 1 februari wordt bij hun de jeugdprins uitgeroepen. In het Witte Vrouwenveld is dan bij pastoor Matti in de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk de carnavalsmis. En daarom doen behalve de dromedarissen en de pikvogeleren ook de nachtulkes met. De muziek die wordt dan weer verzorgd door zaadharmonieken ineengedraaid. Op 6 februari wordt er gekiend bij de Branimakers en dat noemen ze dan Vastelavondskienen. Op 8 februari is in Lummel de carnavalsmis en daar wordt achteraan een fijn koffietafel gehouden. Op 8 februari 's middags wordt de juichmiddag gehouden. En dan wordt ook de hoogste onderscheiding van de Branimakers uitgereikt. We wensen u een hele fijne tijd. Allah, Allah.